De werkzaamheden van de Economische Controledienst ECD werpen hun vruchten af. Bij de laatste controles in het resort Houttuin zijn er echter niet veel onregelmatigheden ontdekt. Amina Mustakim van de ECD geeft aan dat er in sommige winkels toch prijsopdrijvingen zijn geconstateerd. Het enige dat we hier geconstateerd hebben is dat een breakfast tea, er prijsopdrijving was op breakfast tea. We zijn dan de winstmarge nagegaan en we hebben de prijs van breakfast tea dan teruggedraaid. Voor de rest waren alle andere goederen binnen de winstmarge. We hebben de lijst en basisgoederen gecontroleerd. De vergunninghouder, zijn goederen waren binnen de winstmarge. En het enige dat we geconstateerd hebben is dat er op bepaalde producten zoals een Trisoft, Triwater geen prijsaanduiding was. De winkelier is in de gelegenheid gesteld om die direct te plaatsen in bijzijn van ons. De ECD voert regelmatig controles uit in de verschillende resorten. Bij het tegenkomen van onregelmatigheden ten aanzien van prijzen in de winkels kan de gemeenschap haar klachten indienen bij de ECD.